tussen Hongarije en Joegoslavië. Ook in Nederland is dat zeker geen onbekende. Oostenrijkse team. Ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet. Zo na de eerste drie kwartier. En dan na die tweede drie kwartier. Wat gaat het worden, dames en heren, thuis in België en Nederland? Dan gaat de tos. Er moest inderdaad nog getost worden. Het veld dat is in voortreffelijke conditie. Ik heb er straks heel even voorzichtig op mogen lopen. Afgetrapt. Wedstrijd Nederland-Oostenrijk in het Olympisch Stadion is begonnen. Hele verre paas. Gevaarlijk al die Kolicek. Oh, wat komt hij dicht bij het doel. En scherp in. Dat wordt een kans. Nou. Paas die doorgaat wat Lentzras ontvrij. Koller. Hanapi. Hanapi. Voor Kolicek. Nee, gaat Hanapi nemen. Wordt gevaarlijk. Vlak bij de doel zie ik daar staan Houmer en Körner. Heel gevaarlijk wordt het. Kijk eens, daar een klein paasje door. Komt scherp voor. Vangen Frans. Ai, Boetsek kon er net niet zeker nemen. Haalt die uittrap. Nog weinig gecombineerd. Hanapi weer. Free kick. Nee, scheidsrechter laat doorspelen. Ferme duw van Klaas. Dat was schijnbaar in orde. Hanapi. Goed op de... Op het middenveld. Hanapi weer. Hoog opspringend. Klaasens. Rijvers. Wat gaat kleine Rijvers doen? Even een kuis. Naar voren die bal. Ah, gaat hij, maar daar lopen we niet op. Van de Kuilers die bij Nijnen kan. Swobo daar rustig wegwerken, denk ik. Ja, naar Hanapi. De centrale figuur in die verdediging van Oostenrijk. Die blonde speler. Körner. Paardelijk op. De speler zit nog steeds aan de kant. Het is Koller, meen ik. Schot. Hey, Hanapi probeert het wel. Daar op die lijn. Uit geweest. Ah, dat is dan een hoekschop. Scheidsrechter Ellis die is daar zeer resoluut in zijn optreden. Ver van Halla, Paul Halla, de bek die daar helemaal naar voren is gekomen. Wilkes. Op, nee, weggewerkt door Happel. Notemans. En nou krijgt Boetsek hem. Abe komt er naar de Wilkes, slechte kopbal van Abe. Abe is er nog niet in. Klaasens, goed gedaan Klaasens. Mooi eroverheen en free kick. Schetter laat doorspelen. Binnenspelers hebben nog geen vat erop te delen. Hanapi. En daar in het midden zie ik starten. Sinekovic. Halla. Kostlicek. Sinekovic. Naam van die Halla. Keurig werk. Hanapi. Echte plaats. Happel. Hanapi. Oostenrijk op de Nederlandse helft nu. Dringt op. Sinek. Koller. Mooi gedaan. Mooi allemaal. In de handen van de Munk. Oostenrijk, Hanapi weer. Hanapi razend gevaarlijk. Die slijding mislukt daar goed gestopt, Kuis. Oostenrijkse verdediging, zei ik wel. Körner. Hanapi. Kijk, een goochelaar op de vierkante meter. Die paas, die... Slecht geplaatste. Doe maar. Halla onmiddellijk doorlopen om die bal weer op te vangen, maar Carrier die loopt toch mee. Halla. Hanapi. Steeds staat hij daar vrij in het middenveld, deze gevaarlijke rechtshalf van Oostenrijk. Let op. Wat ga je valt haast. Handig zo'n paasje. Rijvers schiet dan. Op zijn been. Oh, waarom? Ja, nou zijn we in de verdediging gesterkt. Maar weer Hanapi. Hanapi die er steeds achter zit. Dat wordt... Hanapi. Hoeft u niet eens te zeggen. U herkent hem zo. Die Appel. Goed weggewerkt. Kuizenstad. Hanapi weer. Heel Oostenrijk op onszelf. Stra. Dat was Lenstra, jammer. Dit was de kans. Hanapi. Jammer. Van der Kuil. Rijvers, kijk eens even snel. Wilkes. Goed, zo'n Hanapi met zo'n schijnbeweging maakt je om. Handige schijnbeweging, Houmer. En Hanapi.
Met in het midden boetsekje staat de Bohan. Hanapi, goed hoor Frans. Nog eens, die man is helemaal vrij. En Hanapi. Kostitschek staat de popel op rechts. En Keurner staat vrij. Goed gedaan, Otermans. Jongen. Het is kort, maar ze redden het. Wilkes met twee benen. Vallend. Notemans die wegwerkt. Rijdt dan mee. Kijk, dat is een goede paas. Paas staat er niet. Hanapi weer. Altijd Hanapi. Boetsek. Goed doorgekopt van die man. Dat zei u al, hij kopt voortreffelijk. Daar. Altijd weer die Happel ertussenin. Bijzonder sterke speler. Werkelijk een rots in de branding hier voor het Oostenrijkse doel. En een aanwinst voor de Oostenrijkers. Hanapi, Hala. Kom maar, Kallier. Zenegovic. Ja, daar kan Klaas ook niet tegenop. Nee, kijk eens, afgemeten paas is dat. Oh, wat mooi. Een hamer opdringen daar. Koslicek vrij. Ja, Happel, goal! Ja, Hanapi was dat. Hanapi na een half uur spelen met dit verre schot. Hanapi opgedrongen. 1-0 voor Oostenrijk. Een doelpunt wat hier, zoals u gehoord hebt, met een sportief applaus door het publiek wordt beloond. Dat is dus een deel. Ik bedoel, er wordt nog zeker bij elkaar zo'n 60 minuten gevoetbald. Wilkes, schijnbeweging, vallend. Ja, Frikik! Vrije schop, Wilkes. Neem hem rustig. Even de borst stoppen en dan zo laten rollen. Kuis. Carlier. Oostenrijkse achterhoede is te stevig, daar komen we niet door. Ja, weer. En Keurner weer. Hij weet altijd dat Hanapi daar staat, die komt vanzelf mee. En daar in het midden is Zenegovic in de schat, daar gaat hij Zenegovic naast. Omdat Noterman zo goed op de huid zat, Happel is een volkomen de baas op het ogenblik. Kijk eens, mooie snelle rush. Daar Rijvers. Handig omgedraaid, maar er staat iemand. Pot dicht. Nog steeds op eigen helft. Hele verre paas, daar kan Lenza niet bij. Handig, kan je, hou je. Applausje van de tribunes. Snel hoor, zo'n Zenegovic. Hey, Notemans! Van der Hart, goed gezien. Kom maar de bunk. Al met een schijnbeweging zo even voor zich langslopen. En ja, je bent uit positie gespeeld, Hanapi. Kuis goed. Pas naar Wilkes. Als Wilkes nou Lentra maar eens kon bereiken. Maar weer Hanapi de Hens. Ja, hij viel. Kon hier niks aan doen. Halla was even moeilijk. Hè. Ja, die bal zou van de Schmid teruggaan. Nee, nou niet. Lentra was erbij. Maar Hanapi die is er ook altijd voor te vinden. Rijvers. En Koller was dat. Goeie sliding. Doe maar, nog een sliding. En nou Schauerkau. Hé, mannetje bij die keeper. Nee, er stond niemand bij. Wel van Aert kon er niet zoveel aan doen. Hanapi weer. En in het midden staat Zenegovic. Onmiddellijk hebben die Oostenrijkers dan een redding. Koslicek is dat. En Hanapi weer. Als u iemand hard ziet lopen in het middenveld is het altijd Hanapi, Klaasens. Notemans. Met z'n tweeën komen in. Nog Notemans. Frikik. Oh, met zijn hoofd op de grond. Oei. Het is een harde, Notemans. Jammer Rijvers. Dient heeft. Hun aanvalspel is bijzonder gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. En daar valt me mee dat eigenlijk bij één goal. Een heel klein kansje. Slechte paas was dat van Kuis. En nou is Van der Hart weggelokt. Oei, wat erg. Kuis weer. Kijk eens, en daar is het. Koslicek, goed. 1 minuut gespeeld. Aber. Houdt hij die bal? Nee. Hala. Hanapi. Nu vallen ze ook aan. Ze zitten er speller op. Wilkes achter Hanapi aan. Ja, dat was weer het been van Happel. Wat daar pal bij Aber Lenstra zat. Hanapi. Nu proberen ze het. Zeer sterke speler. Halla. En van de koud start. Kijk eens, mooie paas. Maar oh, die zware Halla erbij. Ja, Abbe, nee. Hanapi naar voren gaat. En dan weer in die bal. Wilkes. Stil, schieten Wilkes. Nee, te lang. Duurt te lang. Terwijl hij zegt, hier was het op het middenveld toen ik floot.
Hanapi. Samen met Rijvers. Handig, die kleine Rijvers. Abe, nee, te kort die pas. Ja, heel Oranje teruggetrokken. Behalve Lenstra. Kijk eens, Hanapi. Oei, fantastisch, de munt. Hanapi weer. Heel dat middenveld heeft hij. Daar gaat hij een ver schot. Dat gaat een schot worden. Goed gestopt. Er zit meer combinatie in, maar Oostenrijkse verdediging blijft dicht. Charlier, rustig maar aan. Hij beheerst toch Wilkes. Van Hanapi. De halfspeler, de rechtshalf Hanapi. Ja, Wilkes. Nou, Wilkes. Maar daar komt Hanapi al op, man. Hanapi valt. Wilkes. Ja, blijft daarachter staan. Weggewerkt die corner. Daar komt Notemans. Over. Ja, dat wel opbrengen. Zwaar gehinderd. Hij houdt hem nog. Kijk eens wat snel. Prima, die kleine man. En wie loopt daarvoor vrij? Niemand. Ja, Carlier krijgt het dan nog. Je zag hoe die de Munk daar een klein pasje deed en toen onmiddellijk goed stond. Free kick. Rijvers. Samen met Van der Kuil. Kennelijk ook thuis opgesprongen. Net zoals hier heel dat stadion over deze gelijkmaker die verdient. Verre paas. Klaasens. Keurner. En Hanapi. Daar gaat er wel weer wat gebeuren. Hala Hanapi, kijk eens op de vierkante meter en terug. En nou de tegenaan, onder controle, Carlier. En naar Van der Kuil, daar loopt niemand van ons. 3-4 man, laat maar liggen voor Happel. Duurt te lang. En Hanapi. Goed starten van Van der Haart. Hanapi. Slecht geplaatst. Kijk eens die Hanapi, overal zit hij bij, Carlier. Ai, verkeerd begrepen door Rijvers. Kijk Wilkes eens sjouwen. Hopen haalt hij dat? Ja, maar bal niet onder controle. Zitten we elkaar in de weg, mannen, door. Blijven aanvallen. Zo komen we er niet. Hanapi, die gaat weer schieten. Goed onderschept van de hart. Prima. En goed geplaatst ook. Senegovic. Nee, Hanapi was dat. Dat is snel allemaal. De Kuil. Twee man, dat is te veel van het goede. Schouder maar achter. En wegwerken. Kuis, goed. Te kort. Hanapi, dat wordt een schot. Dat wordt gevaarlijk. Nee, naast. En nog. Ziet u schijt? Kuis. Hanapi weer. Tom Rijvers. Van der Hart. Pas op, Van der Hart. Weersma, weg maar. Er staat Hanapi alleen maar. Altijd Hanapi. Sjouwen, Carlier. Goed, Carlier. Hou van. Stophaven voor buitenspel. Van der Kuil nog. Duurt te lang. Free kick. Vasthouden met twee. Scheidsrechter te halen. Het is niet nodig. Het is geen spelregel dat je de bal op moet halen voor een ander. Hanapi. Onder controle, Rijvers. Vel op de haar. Oostenrijk trekt nu in de verdediging. Kijk, Carlier. Sjouwen. Mooi scherp voor. Jammer. Oei. Slecht geplaatst. Die kopbal. Goed zo. Hammond die dat deed. Oostenrijkers gaan nou tijd trekken. Hanapi de bal. Val maar aan Wilkes. Dan gaat die bal wel weg. Een goede paas ook. Van der Hart goed gestopt. Nogmaals door Van der Hart. Alsof je het kan horen. Dat tic-tac spel. Goed gedaan Klaasens. Maar daar zit Hanapi weer achter. En nu gaat Kozlicek het weer eens proberen. Links zie ik dat Keurner vrij lopen. Helemaal achterop ziet u hem daar boven in beeld. Nou, twee man, dat is te veel. En terug weer maar. Kuis. Ja, nou staat er die gevaarlijke Boetsek weer vrij. Tra. Van der Kuil, Wilkes. Rijvers is te kort. Draai om. Probeer het nog eens. Rustig weggewerkt, Hanapi. Zo best. Rijvers. Wilkes te kort. Abe, misschien nog. Abe handig. Schiet hem maar, Abe. Nee, niet buitenspel. Wilkes nog steeds. Dit is te veel. Nee, dit is geen penalty. Wilkes staat alweer. Wiersma. Ja, als... Klaasens, Wilkes te kort. En terug Wilkes. Door naar Abe. Nee, Van der Kuil doet het alleen. Naar Rijvers, Van der Kuil terug. Dat haalt hij niet met Hanapi. Had het toch. Mooi scherp. Goed gestopt, Schmid. Deze laatste aanval. Hanapi weer bij de veilige voeten van Hanapi. Senegovic. Ach, ach, ach. Dit had ons gelijk. Dit had onze overwinning kunnen zijn. In de allerlaatste minuut. Notemans, alles trekt nu weer tekort. Gaat Hanapi weer. Hanapi heeft alle tijd.
geprobeerd, maar met zo'n ver schot en dat gaat hoog naast. Zo over Nederland niet voltrokken en nu wel. Nederland heeft deze wedstrijd.